Gastbeleving staat bij ons bovenaan. Daar begint het mee. We hebben ontzettend veel internationale gasten hier en die hebben gewoon een heel andere awareness, een heel andere manier van reizen en ervaringen, zeg maar, als het om televisies gaat. Ja, allereerst is de grote uitdaging om goed te inventariseren waar liggen nou daadwerkelijk de behoeften bij de aanschaf van een televisie. Want televisie leveren is natuurlijk één. Uiteindelijk zal er een systeem gebouwd moeten worden om daarbij de gastbeleving te verhogen. We hebben op dit park ruim 600 televisies Ultra HD van LG geïnstalleerd. Daarnaast hebben wij een server geplaatst waarbij ResortNet op afstand iedere televisie individueel kan benaderen om uiteindelijk ook extra diensten te kunnen bieden voor hun gasten. Bijvoorbeeld het verhuren van fietsen, maar ook het aangeven dat er iets leuks te doen is in het restaurant. LG is met name goed in dat contact met die system integrators, omdat wij niet alleen kijken naar het toestel, maar ook kijken naar de totaaloplossing. We hebben verstand van het netwerk, we hebben verstand van de infrastructuur eigenlijk, we hebben verstand van providers en dat nemen we allemaal mee in ons voorstel richting de eindklant. Ik kijk zeer positief terug op de samenwerking. We hebben bij elke ontwikkeling hebben we uiteraard uitdagingen. En het is zaak om dan juist met elkaar, met onze partners, de uitdagingen om te zetten. Dat in ieder geval onze gasten tevreden zijn met de televisies. Wij zijn allereerst zeer trots op onze samenwerking met LG. We zijn hier al jarenlang sterke partners in deze markt. En wij beide als geen ander weten hoe wij de wens van de klant kunnen vertalen in een werkende oplossing. De volgende stap is dat we in voorbereiding zijn met een nieuw hotel op deze locatie. Dat wordt een high-end hotel. En we kijken uit om met Business Point en met LG te kijken of dat we ook voor die gasten weer tot een juiste oplossing kunnen komen als het om beleving gaat, met name de televisies. Uiteindelijk verkopen we aan de gast een beleving.